Nederland en we zitten in onze huurauto's. Even uitzoeken hoe het werkt, zeker. En hoe die start? Hoe die start, inderdaad. Wij hebben een elektrische auto, dan werkt het allemaal zo anders. Terwijl vroeger, wij zitten dus in een BMW. Dit was vroeger, Jeff heeft altijd BMW gereden. Het ziet er qua interieur ook echt heel erg uit als onze vorige auto. Ja. De auto daarvoor. Ja. Maar ik krijg hem niet aan. Even kijken hoor. Als ik op start druk dan... Maar je kan dus... gaat niet aan. Nee. We gingen dus landen, maar we konden dus niet landen. En ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En ja, vliegangst gaat echt veel beter, maar ik vond het toch wel even spannend. En ook, ik merk altijd als mensen om me heen kan blijven, dan heb ik ook meer zoiets van, stelt niks voor. Maar mensen om me heen gingen bidden en in paniek raken en gillen en zo. Het was een probleem dat de wind opeens was gedraaid. En dan denk ik aan turbulentie en dan denk ik van, oh, straks kunnen we niet landen, dan moeten we terug. Of hoe vaak moeten we dit nog doen? Maar het is goed gekomen, de tweede keer konden we landen. Zie je maar dat er alleen maar automaten gewend zijn. Wat moet je doen? Rem en koppeling. Ah, zo grappig. Oh, het is geen automaat. Nee. Dat, nee, dat is was het. Nog eens 100 euro duurder. Oh ja, nee, dat, het is geen verwijt, maar meer gewoon... Ik heb liever een fijne schakel dan een duur. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik rij niet. Dus ik zeg niks, maar daar stil, dus stond ik, zo, daar stond ik ook niet bij stil. Nou, de auto staat aan. De auto staat aan. Dan gaan we nu op naar ons huisje. Dit was vroeger echt Jess' favoriete knop. Nou, ik vind het nu echt een kutding. Over 600 meter. Aangekomen in ons huisje. Het is echt zo leuk. Ik ga het je even laten zien. Even een tour. Nou, bij binnenkomst sta je gelijk in de living, de woonkamer. Lekker bankje, televisie, eettafel, keuken. We konden al wat boodschappen doorgeven, dat hebben ze allemaal gedaan, dus dat is super fijn. Want op zondag is alles dicht hier. Dan hebben we een binnenplaatsje. Er zijn daar nog twee deuren van andere huizen, maar... De pool is alleen van ons, heb ik me laten vertellen. Ja, ik snap het ook, niet helemaal, maar goed, we komen er vanzelf achter. Ja. Nou, dus kijk even op mijn sokken. Super cute. Kijk echt, oh, een klein fonteintje hier. En dan hebben we hier dus zwembad. Het is een klein zwembad, je kan er geen baantje in trekken, maar je kan er wel lekker... inzitten en afkoelen. En dat is eigenlijk het enige wat we wilden. Ja. En dan is hier ook nog een eettafel. En een barbecue hier. Ja, buitenkeuken. Buitenkeuken, ja. En dan als je terugloopt... zijn hier ook wat deuren die staan open. Met nog een kamer. Dit is niet onze slaapkamer, maar een extra. Ja. Zeg maar, we hadden mensen mee kunnen nemen. Dat hebben we niet gedaan. Badkamer. Ook... Lekker ruim. Lekker flink inloopdouche. Flink inloopdouche. Toilet en een bidet, denk ik. Bidet, ja. Ook heel schattig hier. Ik voel me niet fijn. Ik ga gewoon krachten met de deur. Nou. En dit is de grote slaapkamer. Ja. Dus hier gaan wij lekker slapen. Ja. Bed is wel klein. Bed de kleine. Eigenlijk. Is klein, ja. Dus, had het iets groter ingeschat. Niks, moet zo hard ook. Ik had vroeger ook dit IKEA-dekbed. Overtrek. Handdoekjes liggen hier. Nou ja, dus misschien gaan we dan toch wel apart slapen. Ja. Dan hebben we lekker de ruimte. Dat is zo fijn. Groot bed, belangrijk. Ja. Nou, hier dus ook weer binnenplaatje. Airco. En dan kun je dus hier weer naar de woonkamer. Beetje ongezellig. Een wit lampje. Lampjes, ja. Ja. En maar dit is het. Naar de straat. Oh ja. Oh, wat apart dit. Met luikjes. Cute. Het is de volgende ochtend. Zwemkleding aan en we gaan zwemmen in het, oh ja, in het zwembad hier. Oh, ik vind echt dat ik er vreselijk uitzie. Echt zo'n plof hoofd.
Maar goed. Ik ben nog helemaal net gevlogen. Ja, ik ben net wakker. Ik ben net wakker. Ik heb echt schandalig lang geslapen. Je hebt kort geslapen en daarna gedut. Nou, ik werd vroeg wakker. En toen heb ik met... Oh ja. Met Jeff's hulp heb ik geslapen tot 1 uur. Maar ik moet even in de vakantiemodus komen nog steeds. Zonnebril van Celine en natuurlijk bikini van Ted. Gaan we zwemmen. Woehoe. Kijk, ik vind het van tijdje zo leuk. En we hoorden het dus vanuit onze slaapkamer. Dat is ook wel rustgevend. Ja, terwijl het water voelt niet heel koud. Ik zag niet als hij kouder hoor, maar toen scheen de zon er zo lang op. Oeh. Oh. Hier, kom je ook? Ja. Nou, ik zit me buiten even op te maken. Dat is altijd het ding om met vakantie een goede plek vinden om je op te maken. Want in dit geval buiten. Maar goed. Sorry dat ik net zo slecht over mezelf sprak. Toen ik het zwembad inging over mijn hoofd. Maar ik merk gewoon, weet je wel, met online zijn op YouTube. Ik ben me er gewoon bewust van. Oké, deze beelden upload ik. Voor zoveel mensen. En eigenlijk wil ik het helemaal niet. Maar het gaat om de ervaring. Dus ik doe het wel. Maar ik voel me gewoon niet comfortabel. We gaan zo even een stadje in. Wat boodschappen doen, lunchen. En verder is dit dus onze vakantie. We zijn in Tenerife. Het leek me leuk om dit te vloggen. Ik vlog niet meer wekelijks. Omdat het ik merkte dat het gewoon even niet zo... dat ik niet de ruimte ervoor had in mijn hoofd. Nu met vakantie vind ik het toch wel heel erg leuk. Vakantie is overigens gewoon helemaal zelf geregeld en betaald. Jeff is hier vroeger heel veel op vakantie geweest met zijn familie toen hij kind was. Dus nu zijn we weer samen, dus dat is ook wel heel leuk. Dat is voor mij al lang geleden. Ja, dat is lang geleden, ja. Net even lekker gezwommen, realiseerde ik me gewoon, oh, dit is de eerste keer dat ik echt mijn bikini van mijn collectie draag om echt mee te zwemmen. En gewoon privé. En het voelde erg goed. Zo leuk, zo cool. Om dan gewoon je eigen collectie te dragen. Ik hoop dat het lukt om te ontspannen. We zijn nu in Siam Mall. Ik heb er helemaal zin in. We gaan even wat eten hier. En Jeff en ik zijn dus bijna hetzelfde gekleed. Zo grappig. Zie je wel één ding, hè? Wacht even, Jeff. Ik had even filmen. Oh. Kijk. Zonnebril. Knotje. Knotje, inderdaad. Zwarte top. Zwarte top. Lichte jeansshorts. Sandalen. Ja, we zijn echt een AMB-koppel, ja. Heel erg leuk. Ja, het kan ook dicht. Leuk hoor. Is deze hele outfit zeggen ja? Ja, ik vind het heel leuk. Maar wat vind jij? Ja. Tweede outfit. Ook een groot succes.
Ja, heel leuk, schat. Love it. Nou, deze man komt even een bijna volledig nieuwe zomergarderobe. Kom maar even vooruit. We zitten bij een heel leuk restaurantje hier. Het heet 2020. 2020 inderdaad. Ik denk dus dat ze in 2020 zijn begonnen. Achter jou zie je een beetje het logo in spiegelbeeld. En ik vind het zo grappig. Dat is wel vaker hier. Dan krijg je van die dingen dat je denkt... Oh, dat hebben ze hier nog. Deze rietjes. Het is echt een beetje dat je opeens denkt... Oh ja, vroeger hadden we deze altijd die rietjes. Zo grappig. Super aardige mensen en helemaal leuk. Helemaal een leuke eerste dag al gehad. Allemaal echte Italianen hier. Ja, dit zijn allemaal echte Italianen, ja. Komt uit Rome. Ja, ja, dus we hoorden net inderdaad dat pasta carbonara... Zonder room. Zonder room wordt gemaakt. Ja. Het wordt echt even gezegd van dat je weet, dat is met ei. Het is hoe het heel wordt. Grappig, ja. En als je zegt, oh, dan hoef ik er niet, dan weer waarschijnlijk de tent uitgezet. Dus, nou, lekker een gin tonic. Het is 8 uur 's avonds. We gaan nu eten. Wat ik eigenlijk best wel laat vind, is niemand hier. We zijn de enige. Dus dat geeft ook echt wel aan. Bediening is wel top. Bediening is top. Heel vriendelijk, maar dat vind ik dan wel weer grappig. Voor ons doen is het best wel laat. Er is niemand. Niemand. Het is warm hier. Echt zo. Ja, oh wauw. Wauw, wat mooi. Nou, ik wilde dus zeggen, we hebben echt zo lekker gegeten net. Zo. Dat is een Italiaanse kok, Italiaanse bediening. Was echt zo goed en het kostte geen klap. Nee. Dus mocht je in Tenerife zijn, restaurant 2020. Ja. Amazing. Amazing. En nu zien we dit, wauw. Zo. Prachtig. Maar oh, hier is het ook zo gezellig. Kijk nou. Dit is toch een plaatje. Oh, dat heb je gefixt vandaag. Echt knap. En ik vind het fonteintje ook zo leuk. Ja, ja. Het is zo kitsch, maar ik hou ervan. Ja. Ook gewoon zo lekker in het midden. Ja. Ananas erop. Ja. Ja, en dat hebben we nog niet laten zien. Er zitten hier dus allemaal fruitbomen en zo. Ja. Dit is gewoon een citroenboom. Ja, we hebben er al eentje geplukt. Jij hebt er al eentje geplukt. En daar zit iets van ja. Ik weet niet. Ja, een andere... Ja, granaatappel of zo, ja. We kwamen er wel achter dat er schimmel zit op de... Kijk, die zwarte vlekken, dat is schimmel. Ja. Dat is iets minder. Maar het blijft ook gewoon nat. Ja. Ja, maar dan had het ander materiaal of zo moeten zijn. Ja. Kijk, hier ook al die lampen achter de... Cactussen en andere planten. Zo sfeervol, echt. Je bent gearriveerd. We zijn vandaag in Siam Park. Mijn telefoon ligt in mijn kluisje. Ik heb nu Jeff's telefoon. We zijn even wat aan het eten. Ja. Moeten we afrekenen. Dus daar aan de telefoon. We hebben super mooie schoenen gekocht. Kijk eens. Prachtig. En dit is dus een waterpark, de beste van de wereld. Ja. Staat dus in Tenerife. En ja, we zijn gewoon alleen maar in glijbanen aan het gaan en gillen. En, het is hier heel druk. Ja. Heel ongeorganiseerd. Heel ongeorganiseerd. Yes, je weet niet waar je naartoe moet. Nee. Er is niks duidelijk. Maar het is wel heel leuk. Dus... Ik heb wel het idee dat het kan veel drukker zijn. Ja. Ja, ja, ja. Nee, het is absoluut niet op z'n drugs. Het is niet op z'n drugs, maar het is wel druk. Er staan nergens bordjes, bijna nergens bordjes, waar je naartoe moet. Nee. Nee. Met het naar binnen gaan en parkeren was ook gewoon... Dat was chaos. Het is echt... Kijk maar wat je doet. Kluisjes. Maar even, dat je inderdaad denkt... Wij vinden het dan zo normaal in de Efteling dat het allemaal goed geregeld is met die dranghekken, met duidelijke tijden, met... instructies met plattegronden en dan in een ander land ontdek je, oh, dat is helemaal niet standaard. Ja, dus je moet dan naar een kluisje, dat je wil spullen wegzetten. En er zijn verschillende kluisjes en die zitten al over het park. Dus en ondertussen zijn er allemaal fotomomenten waar je dan langs moet. En mensen willen de foto, en jij wil niet op de foto, jij wil naar een kluisje. Ja. Het is echt chaos. Het is heel erg.
Wat zeg je? Oh, maar ligt ze niet gewoon te slapen nog? Ja, maar sowieso niet. Kijk, een hele raamloze. Oh ja. Kijk eens wat het uitzicht. Ja. Niet normaal. Als ik die stijl naar beneden gaat. Ja, echt. Wauw. Croissant. We hebben ontbijtje gehaald. Zo. Het is echt. Ja. Wat hebben we? 4 luxe pastries, zeg maar. Ja. Dus croissantje en alle andere luxe dingen. Met een baguette voor 6,50. Ja. Echt heerlijk. Is er, Zoals je kunt zien. Ben ik verbrand. Heb echt mijn best gedaan. Maar het is niet gelukt. Ik zie er verder ook echt uit alsof ik ben overreden. Door een vrachtwagen. Maar zo voel ik me ook wel een beetje, ja. Alsof we heel hard hebben gesport. Terwijl we zijn gewoon aan het water. Dus we doen het vandaag lekker rustig aan. Ja. We gaan lekker ontbijten. Zo, lekker brekkie. Brekkie. Croissantje, sapje, yoghurtje. Lekker in de ochtendzon en de tuin. Het is nu echt al warm. Het is nu al, je kan zo wel in het zwembad. Ja. We kunnen ook floating breakfast doen. Ga zeker zo even in het zwembad. Ik zal naar de TM662. Nee, maar een stukje gelopen. We zijn in Santa Cruz vandaag, middag. Het is 5 uur al. Ja, maar ja, alles is hier. Maar het is gewoon zo relaxed dat we een beetje proberen aan te passen op het ritme. Dus we gaan eens even Santa Cruz verkennen vandaag. Ja. We kwamen hier voornamelijk voor. Is vooraan. Gewoon middel de. Ja, tuurlijk. Ik zou mezelf ook niet heel erg chill voelen. Nee, maar heb er geen last van. Hoppa. Happening. Wat gebeurt hier? De chorizo. Het is gewoon lekker aan het bakken. Oh, zo warm ook. Ja. Ik zie helemaal geen spul. Geen spul? Nee. Wat bedoel je voor spul? Nou, iets wat brandt. Oh ja. Iets wat brandt. Ik moet een beetje in de gaten houden, niet dat je aan de ene kant helemaal verbrand wordt. Zo. Vet natuurlijk met de brand. Gefikt chorizo. Beetje verbrand, maar blijkbaar hoort dat zo. Lekker. Ja. We zijn weer terug in het huisje. Ja. Lekker tapas gegeten. Ik heb dit drankje gekocht vandaag bij de supermarkt. Echt heel lekker. Het heet Fresh Gas. Is een Z toch of niet? Nee, met een S. Oh. Van Manzana. En het is een soort appelsap met prik. Het is echt heel lekker. Proeven? Oh ja. Dus. Petitie om dit ook in Nederland te krijgen. Te verkopen. Fresh Gas. Oh ja, en hier zit dus een beetje de dure hotels, of niet? Ja. Luxury shopping. Dit is die waar jij nog in doet. Ja. Sla rechtsaf naar Plaza Playas del Duque. Echt leuk. Leuk. Ja, en deze. Ja. Vet.
Echt leuk. Nou, we zitten hoor en we gaan even lunchen en we hebben dus super, super chic met ijskontjes. Die kunnen we er ook nog bij doen. Dit is dus gewoon prikkenwater en dan hebben we in een wijnglas. Oh, giga. En helemaal die citroentjes apart. Het is echt super schattig. En de bediening is ook allemaal heel oud. Ja, met de mensen hier ook. Die werken hier gewoon allemaal heel lang. En achter mij is een fonteintje aan het tekeer te gaan. Ja, het ziet er wel gezellig uit. Ja. We hebben allemaal lampjes. Ja. Oh ja. Ja. Cheers. En mijn haar heeft het weer helemaal opgegeven vandaag. Ja, bij mij ook. En ik zweet me op. En ik lijk echt de enige te zijn hier. Ja, ik denk het zo ook benauwd. Ja. Zie je salad, meloen met Iberico ham. Het is smakelijk. Wij liggen op het strand. Ik probeer een beetje te filmen zodat er geen andere mensen in beeld zijn. Volgens mij is dat zo gelukt. We zijn hier op het strand. We zijn bij Playa del Duque of zoiets. Ja, Playa del Duque. Playa del Duque. Het is echt heerlijk. De temperatuur is ook perfect vandaag. Het is echt... Ik lig alleen maar gewoon op het bedje hier. We hebben een bedje gehuurd voor het eerst in ons leven. €19,05. Maar wel ook met deze fabulous parasol erbij. Ik heb heel erg... Jezus. Ja, dit heb ik altijd met brillen. Het is niks om je zorgen om te maken verder. It's just my nose. Dus we liggen hier heerlijk. Na lekker gezond te hebben en op het strand gelegen te hebben... Hebben we ons even opgefrist, omgekleed en gaan we nu het eten bij het Michelinsterren restaurant. Sanho. Sanho, ja, sushi. Mega veel zin in. En we zijn allebei in het wit. Ja. Allebei in Zara. Ja. Tuna met caviar. Fancy hoor. Nou, dat was dat. Heel lekker gegeten hoor, maar... Heel lekker. Ja, ik weet het niet. Het is toch dat een bepaald soort manier van eten, waar ik gewoon niet heel blij van word. Ja, Michelin is altijd wel, het is allemaal super lekker. Ja. Maar het zijn inderdaad allemaal best wel kleine hapjes. En het zal niet bij elk Michelinsterren restaurant zijn hoor. Het is nooit echt fun. Nee. Nooit echt... Leuk en gek en anders en experimenteel of zo. Nee, maar goed. En nu gaan we naar churros. Kijken hoe we ergens churros kunnen eten. Mr. Churro. Goed, maar dat maakt niet uit. Nee. We got the churros! Ja, dat kan echt nooit goed zijn. Nee, we weten dat dit geen echte churros zijn. Nee. Maar het is de enige churroszaak die nog open is. Ja. De rest gaat pas om 7 euro. Ja, I know. En het zijn er wel heel veel. Ja. We zijn ook echt op een hele rare plek. Ja. We zijn in een soort winkelcentrum. Maar je hoort echt hele slechte muziek. Ik snap het niet. Inmiddels is het vrijdag en we staan in zwemkleding, want we gaan lekker zwemmen in ons zwembad. Dat hebben we eigenlijk nog helemaal, ja, heel weinig gedaan. We hebben het wel gedaan, maar heel weinig. Dus vandaag dachten we, weet je wat, we beginnen de dag gewoon goed. Vanmiddag gaan we op een boot, gaan we dolfijnen en walvissen spotten. Super veel zin in, dat is echt iets wat ik al... Zo lang als ik me kan herinneren wil doen. Dus ik heb er zoveel zin in dat het vandaag eindelijk gaat gebeuren. Ja. Maar eerst even hier lekker het zwembad in.
ready to do. Nou, we zijn buiten en we zijn erachter gekomen dat het helemaal niet warm is. Het is best fris. Het is best fris, gewoon serieus. Wat wel heel lekker is als we dadelijk de zee op gaan. Ja. Want dan verbrand je niet levend op zee. Maar het helpt dat de pool wat warmer is. Ja. Het was dus de afgelopen dagen zo warm. Het was zo warm. Maar gisteren was het ook zo. Het viel mee toen het middag. Ja. Werd het heel warm. Dat water was gewoon koud. Ja, niet zozeer het water. Het is gewoon überhaupt koud. Het weerbericht hier is echt heel moeilijk te peilen op de een of andere manier. Omdat mijn internetverbinding is hier heel slecht. En daardoor weet Google buienradar niet zo goed waar ik ben. En daar krijg ik telkens hele tegenstrijdige weerberichten. Dus nu lig ik weer lekker te chillen in bed. We hebben gewoon een lekkere, relaxte dag vandaag. Elke dag is relaxed. Maar we doen het gewoon rustig aan totdat we om 3:30 de boottocht hebben. Ja, we moeten hier naar het poolcenter. We hebben de auto geparkeerd. Oh, ik snap niks van het weer. Hier is het hier echt super warm. Het is echt verbranden gewoon. Ja. Mijn haar is ook zo vakantiemodus, weet je wel. Hoe zit jouw haar in de vakantie? Tell me in de comments. Want het is echt een drama. Zo, ik zie ook helemaal geen klap. Oeh, nou, we gaan het meemaken. Ik denk dat het van de eigenaar toe is, die boot. Oh. Iets mooier dan. Ja, het is wel erg chic, ja. De boot is er. Dus dat is top. De Monte Carlo. Ja, dat is zo mooi. Maar dadelijk gaan we eens wat vaart maken. Ja, even lekker windje. En de wind is er. Oh mijn god, er zijn er drie. Zoveel. Goed zo. Woe! Achter je is een zwemband. Achter je een zwemband. Oh ja. De Apple Watch. Ja. We zijn weer op vasteland. Dit was zo gaaf. Dat was echt heel cool. Ik vond alleen het gedeelte waarin we dus de walvis en dolfijnen gingen kijken wat kort. Er was ook nog een moment dat je kon zwemmen, wat Jeff ook ging doen. Ja. Maar ik had liever nog meer gewoon stil gezeten op de boot. En gekeken inderdaad of er nog wat omhoog kwam. That's what she said. Nee, maar het was echt mega leuk. Met welke boot zijn we gegaan?
Monte Cristo Catamaran. Monte Cristo Catamaran. Mocht je op... Drinks en tapas included. Ja, dus er was ook inderdaad wat eten en drankjes. We hebben nog een shotje gekregen met een speciale Spaanse liqueur. En nu gaan we lekker sushi eten. Hallo. Hi. Hi. Echt heel cute. Wow. Welkom guys. Great. Thank you. Maar die van jou ook. Kijk eens, wat een plaatje komt er op tafel. Wauw. Yum. Beautiful. Oh, dit is sojasaus. Dessert is served. En wat was het ook alweer? Caramel. Bananen en caramel beignets, ja. Met citroenijs. Met citroenijs. We zijn terug in het huisje en ik merkte op hoe goed mijn make-up gewoon nog zit. Echt shout-out naar It Cosmetics, Charlotte Tilbury, Make-up by Mario, nog maar It Cosmetics, NARS, L'Oreal. Vergeet ik er nou nog één? En Huda Beauty. En nu gaan we skinny dippen. Oh, een sok verloren. Oh ja, volgens mij zie ik hem liggen. Het is vandaag zaterdag. Ik wil zeggen maandag, maar het is zaterdag. Het is al 6:30 s'avonds of zo. 6:45. We hebben vandaag niks gedaan. Ik werd wakker en ik dacht, nee, ik weet niet. Vandaag, ik weet niet. Ik was emotioneel en moe ook wel. Ja, terwijl we doen allemaal hele relaxe... Zo, what the fuck? We doen allemaal hele relaxe dingen. Maar ja, ik slaap gewoon zo slecht. Ik word er echt gek van. Ik heb... Zoveel nachtmerries, vanochtend ook. Ik word telkens wakker. En dan sliep ik echt 5 minuten en vaak droomde ik dan ook even. En dan werd ik weer wakker. En dat is zo vermoeiend. Dus ik heb altijd al problemen gehad met dat ik slecht slaap. En dan hier zijn de bedden ook nog eens zo oncomfortabel. Ik heb ook echt last van mijn schouders en mijn nek en mijn rug. Dus zover het klaaguurtje. We hebben vandaag even niks gedaan. En dat was eigenlijk heel lekker. En ik merkte ook dat ik alweer te veel van de proppen in de laatste dagen dat hier zijn. En me toch maar even lekker losgelaten. En morgen willen we naar een natuurbad. Natuurzwembad. Heel mooi schijnt dat te zijn. Schijnt heel mooi te zijn. En dan is dat alweer morgen de laatste dag. En dan vliegen we maandag terug. Ja. Het is zondag, de laatste dag. Yes! En nou... Dit is de look. Je zou het niet verwachten. Ik heb hieronder mijn bikini aan. En we gaan naar natuurzwembad. Dus dat schijnt echt super cool te zijn. Even dichter. Jeff heeft mijn everybody back mee. Is ook voor his body. Ja hoor. Ja, dus dan heb je echt in de rotsen, in de zee, een soort van bad. Nou, je gaat het zo meteen zien. Ja. Heel cool, daar wilden we heel graag heen ook. En vandaag is het zondag. Heel veel dicht hier. Het cafetaria, wat normaal echt super druk is, is gewoon dicht. Dus we dachten, nou, goed moment. Laatste dag om het natuurzwembad op te zoeken. Dus hier weer een hele andere kant van het eiland. Yeah. Alleen maar rotsen. Ja, en dan hier inderdaad. Een beetje groen. Blijf 6 kilometer doorrijden op de TF46. Groen is het niet echt te noemen, maar ja,
cool ook. De vierde wegen, fantastisch. Zulke goede wegen, inderdaad. Duidelijke beleiding, ja. Reflectoren, goed wegdek. Over 800 meter, ga rechtdoor op Avenida José González Forte. Wauw. Ik heb het niet verwacht. Dat had ik even niet verwacht. Nee. Jeetje, kijk hoe mooi. Och. Nou, we zijn er hoor. Dit is dus zo'n natuurbad. Natuurzwembad. Je kan er komen door met het trappetje naar beneden te gaan. Wel wordt sterk aangeraden om waterschoentjes aan te doen. Ja. Dus we hebben onze prachtige waterschoentjes van Siam Park mee. Ja, want het is best wel rotsig. Het is hartstikke rotsig, ja. Ja. Niet de zee ingaan. Ik zie alweer mensen kijken. En hier is ook nog een stukje strand, zwart strand. Ja, ook leuk. Nou, we hebben hier gezwommen. Het is heel glibberig, dus mocht je ook gaan, doe echt waterschoentjes aan. Er is ook heel veel alg en dat maakt het zo glibberig. Maar het is wel echt heel mooi. En het water is ook lekker warm. Jeff heeft een verborgen pareltje gevonden. Ik kijk online. Mensen, oh my god. Dat is het beste restaurant dat ik ooit heb gegeten op vakantie. Ja. Het is fantastisch. Ja. Echt verborgen parel. Ja. Dit zijn de nachos. Calamari. Calamari. Kindergoed uit. Heftig. En die? En bruschetta. Bruschetta, maar dat nee. Niet. Nou ja, we gaan het proberen. We zitten hier wel gezellig. Met Spanjaarden die heel hard praten. En Brit in het zwembad. En Brit in het zwembad, ja. We zijn naar een zwart strandje gegaan. Het was heel rustig, dat was heel fijn. Maar het was ook duidelijk waarom het rustig was. Het water, de golven, echt super wild. Ik kan echt niet goed zwemmen. Ik heb zwemdiploma A met veel pijn en moeite gehaald. Dus ik voel me ook niet echt heel chill in het water. Dus we hebben heel even op dat strandje gelegen. En nu gaan we terug naar het huisje. Dus ja, het lukt allemaal niet echt vandaag. We zijn overal maar heel kort, omdat het dan uiteindelijk ook weer heel druk wordt. Of, ach ja, het is wat het is. Laatste avond willen we nog even gezellig uit eten, maar restaurants zijn dicht. Terwijl ze volgens Google Maps wel open zijn. Dus we rijden door. En hopelijk treffen we iets, zodat we nog even vakantie goed kunnen afsluiten. We zijn allebei helemaal dressed up. In white. Cream. 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 Heel vies. Waarom? Nou, we zitten in een restaurant. Het heet El Cobillo. Ja. Je ziet het op de achtergrond bij Jeff. Ja, nu zit jij er precies voor. Ja, nu zien we het weer. Nee, ja, oh ja, nu is het goed. Ja. Kijk eens wat een uitzicht. Oh, prachtig. Garlic bread. En hij zei iets over dat het warm is. Niet te verstaan. Maar het ziet er lekker. Het is zelf wat warm. Oh ja, het is warm. Komt uit de oven. Ja, het ziet er lekker uit met kruidenboter. Of hoe zeg je dat? Met knoflook. Knoflookboter. Ik ben echt zo'n Hollander. Met kruidenboter. Ik hou het zo van mijn kruidenboter. Zo lekker. We zijn op het vliegveld. We hadden echt veel te zware koffer. We hebben dus altijd één koffer. Dat is Jeff's snowboard, snowvakantie, weet ik veel koffer. Ja, het is een hele grote koffer. En er was gewoon echt 34 kilo. Ze moesten er 2 kilo uithalen. En we hadden een fles drank. Om vrienden die voor Ellie hebben gezorgd deze week aan hun te geven. Dus die hebben we eruit gehaald en toen waren ze helemaal blij van, oh, hoe krijgen we deze fles drank? En toen mochten we erdoor en hadden we niet te veel. God, wat een onsamenhangend verhaal. Het was stress. We hebben echt super lang in die rij gestaan. Er waren 2 rijen. Ja. Eén ging heel snel en één ging heel langzaam. Ja. En echt, ik denk dat we 3 kwartier in die rij hebben gestaan. Er waren echt al 3 rijen aan de andere kant. De allerlaatste. We waren de allerlaatste, toen hadden we nog 10 minuten om in te checken. Ja, toen zijn ze eerst te zwaaien, nog 10 minuten. En die vrouw deed er zo lang over. Oh. Oh, wat een stress, ik kon wel janken. Maar we zijn er doorheen. En dus, ik ben ook nog heel bang dat ik dan nu... Neem geen grote koffer mee.
We gaan echt twee aparte koffers kopen. Ja. Zoveel sigaretten hier. Dat is niet normaal. Niet te doen. Check even. Allemaal tabak. Ik vind het echt bizar. En hier gaan we even een nieuwe fles kopen. We willen wel echt van de Canary Islands. Ja, dus dan doen we die. Kan die andere terug. Ik vind ook zulke leuke flessen af en toe. Ja. Ik zie ook echt leuke flessen, maar we zijn gewoon niet zulke drinkers. We zijn weer thuis met deze meid die duidelijk een voorkeur heeft voor mandjes. Dit mandje ligt normaal in mijn kantoor, maar nu dus even hier. En ja, die vindt ze duidelijk fijner dan een roze mandje. We zijn thuis in Arnhem, niet bij ons eigen huis, maar bij mijn ouders. We gaan even lekker barbecuen hier, een soort van ja, bedankje ook. Dat ze op ons huis hebben gepast en alles hebben geregeld met de pakketjes en nou ja, dat soort dingen. Ja, we gaan lekker de barbecue voorbereiden. Goed zo. Ja, sorry, echt. Ik vraag het echt aan de meest clumsy. De meiden kijken allebei aandachtig naar Jeff. Wat hij in de keuken aan het doen is. Ik heb net mijn haren gewassen. Nou, dat dacht ik dus ook. Ik heb vandaag mijn haren gewassen. Hoe hebben jullie geslapen? Alle in de rook. Nou? Als de hamburgers goed zijn, dan een beetje kaas eroverheen. En dan laat je de kaas er even op smelten. Gaan we dus ook zelf boter maken, kruidenboter maken. Zo staat hier even in de zon. Beetje random. De hondjes hebben het natuurlijk ook door. Ik kreeg ook vragen hoe het met Ellie en Molly gaat. Ellie en Molly doen het ook super goed. Elke keer dat ze elkaar zien, weer wat beter. Ik denk dat het nu de vierde keer is. Dus nog steeds niet heel vaak. Erg veel boter, maar ja. Ja, heel veel boter, ja. Ja, ja, is lekker. Ja, ik heb extra bieslook doorheen gedaan. Ja, er zit echt zeker. Het lijkt, ik weet nu waar het aan me toe denken. Ik ben in de war, want het lijkt op boerenkool. Dit is peterselie in. En bieslook. En bieslook. Wat vinden we ervan? Lekker. Ja, ik vind het ook lekker hoor. Heerlijk. Lekker? Ja. Heb ik ze goed gemaakt. Het eerste van de barbecue ligt inmiddels op borst. Op bord. Borst. Bord. Het is een kipworst. Ik weet niet eens kipworst is. Braadworst. Het is van een... Het is een worst. We hebben ook groentespiezen. Van alles wat. Ook lekker veel vegetarisch. Lekker salade, brood. En dit is de HelloFresh Barbecue Box. Die kun je bestellen bij HelloFresh Markt. Dus wanneer je je menu bestelt, samenstelt voor de week, kun je ook de box toevoegen aan je mandje. Dus van de markt. En daarin heb je allemaal soorten extra boxen. We hadden bijvoorbeeld vorige week de Nacho Box. Was dat de Nacho Loaded Box? Nachos. Ja. Loaded Nachos. Dus ook erg lekker. Dus net even wat extra's voor het weekend of inderdaad een barbecue. Dus dat vind ik super leuk. Heel leuk om dit te proberen. Ik heb een code. Die zet ik hieronder in beeld. Maar ook hieronder in de beschrijving. En daarmee krijg je tot €85 korting op je eerste HelloFresh boxen. Ondertussen op mijn vaders bord. Dit is een vaasje. Slag je. Kijk eens. Oh, wat leuk. Helemaal trots op zijn creatie. Je mag raden wie hier nooit koken. Hint, het zijn mijn vader en ik. Jawel, jawel. Hè? Een gepofte aardappel, oh, die moet je precies uitlepelen. Ja, precies, ja. Ja. Ik snap niks hiervan. Het schilder zit hartstikke veel... Koken. Het is helemaal gewassen. Dat is hartstikke... Oh, je hebt de schil hartstikke gewassen. Nee, joh, ben je gek. Gift. Dat is hartstikke giftig. Aardappel is familie van de wortel. Nee, van de... Misschien was het helemaal niet gek. Ja, de nee, van... maar aardappel is van de... Hoe heet die gewassen? Goed verhaal, ja, dit. Nou, dankjewel. Nee, geen peper. Maar... Help me nou. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze vakantievlog. We hebben echt een heerlijke vakantie gehad. Heerlijk. En lekker afgesloten nu.
Er komt een shoplog online. Ja. Die komt volgende week. Dus zorg dat je dat niet mist. En dan zie ik je heel graag volgende week weer. Mwah.